Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen donderdag kregen 40 citytrainers hun certificaat. Op deze avond lieten zij demonstraties zien van hun projecten. Ja, kunt u uitleggen voor wie citytrainer is bedoeld? Citytrainers is bedoeld voor jongeren die wat willen betekenen in wijk en buurt voor een ander. En dan op het sportieve vlak. Dus door activiteiten aan te bieden aan kinderen of aan jongeren. Door met hun te gaan sporten in de wijk, maar kan ook in de vereniging. En de bedoeling is niet alleen dat de kinderen in de wijk daar beter van worden, maar juist de jongeren zelf ook. Door aan zelfvertrouwen te werken of presentatietechniek of een activiteit voor te bereiden. Dus het is ook echt talentontwikkeling voor de jongeren. Ik heb geleerd om mensen sportles te geven en een uitwikkelen van gym en zo. En wat heb jij geleerd? Ik heb geleerd hoe kunnen wij iets organiseren en hoe kunnen wij toernooitjes van de kleine kinderen en van de volwassenen doorgeven. Dat was heel leuk en complimenteren en corrigeren. En dat was heel leuk en spannend. Ja, kun je kort vertellen wat je tijdens City Trainer hebt geleerd? Sowieso dat je voor een groep staat natuurlijk, want daar gaat het hele verhaal om. Maar op zich kon ik dat vaak al wel, maar dan meer dat je nog iets meer zelfverzekerder bent, zeg maar. Wat wilt u de jongeren echt bijbrengen? Nou, vooral de zelfontplooiende ontwikkeling in hun eigen talent. En voor de een is dat voetbal, voor de ander is het schermen. En je hebt vanavond diverse sporten gezien waarin ze zich doorontwikkelen. En voor de een is dat een hele grote stap en voor de ander is dat een klein stapje. We hebben ook een aantal statushouders bijvoorbeeld in deze groep gehad. En voor hen was het vooral al heel belangrijk om de Nederlandse taal machtig te worden. En die hebben misschien een klein stapje in hun talent, in de ontplooiing, in de sport kunnen doen. En een grote stap in hun taalvaardigheid. En voor een ander is dat, voor een jongen hier uit de wijk, is dat misschien juist een hele grote stap geweest in het geven van sportactiviteiten. Breda Nu. Je weet het meteen.